Een molenaar liet als enig bezit na aan zijn drie zoons, zijn molen, zijn ezel en zijn kat. De oudste zoon kreeg de molen, de middelste de ezel en de jongste zoon alleen maar de kat. En je snapt wel dat die jongste zoon helemaal niet tevreden was met die verdeling. Hij sputterde en mopperde. Bah, wat is dat oneerlijk verdeeld. Mij af te schepen met een kat. Wat moet ik met een kat? Ja, mijn broers kunnen een goed belegde boterham verdienen. Vooral als ze samen doen, maar ik... Goed, het is best een lief dier, dat wel. Terwijl de jongste zoon zo somber zat te mokken, luisterde de kat naar alles wat hij zei. De kat dacht, zo'n trieste baas is niks gedaan, daar moet ik iets aan doen. Miauw, wees maar niet bedroefd, baas. We zullen het samen best kunnen vinden. Geef hem maar een zak en laat een paar laarzen voor me maken. Dan zult u zien dat u er heus zo slecht nog niet bent afgekomen. De kat kreeg dus wat hij gevraagd had. Hij deed de laarzen aan, hing de zak met een koord aan zijn nek en ging naar een zandheuvel waar een massa konijnen zaten. Hij stopte worteltjes en blaadjes sla en zemelen in de zak en ging ernaast liggen alsof hij dood was. Toen kwam een argeloos konijntje aanhuppelen. Die dacht, tjonge, kijk eens wat een boel lekkers daar in die zak zit. En hij sprong regelrecht de zak in. Dat was heel dom van dat konijntje, want toen schoot de kat overeind en bond vliegend vlug met het touw de zak dicht. Het konijntje zat in de val. Trots ging de kat met zijn buit op weg naar de koning, maakte een diepe buiging en zei met veel bravoer: Zie hier, sire, een wild konijn dat de markies van Carabas mij bevolen heeft u uit zijn naam te brengen. Wel, wel, dat is aardig van de markies. Hartelijk dank, zeg. Hartelijk dank. Toen verborg de kat zich in een korenveld, strooide graan in de zak en ving ook twee patrijzen. Hij ging ze aan de koning aanbieden en de koning vond het prachtig en gaf de kat een flinke fooi. Op deze manier bleef de kat maandenlang bezig. Steeds bracht hij wild, zogenaamd afkomstig van de jacht van zijn meester, de markies van Carabas. Een prachtige titel en een prachtige naam die hij zo in het wilde weg maar verzonnen had. Op een dag hoorde hij dat de koning met zijn dochter, een beeldschone prinses, langs die rivier een rijtoer zou maken. Hij kreeg een machtig idee. Miauw, meester, luister. Als u mijn raad opvolgt, wordt u schatrijk. En dan hoeft u alleen maar in de rivier te gaan baden op de plek die ik u zal aanwijzen. De kat en zijn meester gingen naar de rivier en de markies ging het water in. Toen de koning in zijn rijtuig eraan kwam, begon de kat het allemaal te schreeuwen. Help, help, help dan toch! De markies van Carabas ligt zonder kleren in het water. Help! De koning stak zijn hoofd uit het portierraampje en vroeg... En wat kleine schreeuwlelijk van een kat is er voor bijzonders aan? Hè? Om zonder kleren te baden, hè? Wel, sire, de markies kan er niet meer uit. Drie rovers hebben zonder pardon alle kleren van de markies gestolen en zijn er vandoor gegaan. Ja, wat een ramp. Wat moeten we beginnen? Deze pijnlijke zaak zal ik op staande voet regelen. Knechten, zorg voor de mooiste kleren. En wel meteen. Want anders valt de markies nog een koutje en daar kopen we niks voor. Opschieten! 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 En zo zorgde de koning voor de mooiste kostuums en de markies mocht meerijden in de koets. Hij zat prins heerlijk naast de prinses, die, omdat hij er in zijn prachtige nieuwe kleren zo knap uitzag, een welgevallig oogje op hem liet vallen. Ze glimlachten naar hem en al keuvelend reden zij door het zonnige landschap. De kat sprong bijna een gat in de lucht van plezier, want dit was allemaal precies zoals hij wilde dat er gebeuren zou. Hij zou zijn meester wel een handje helpen om een echte rijke markies te worden in plaats van een arme molenaarszoon. Onderweg ging hij ver voor het rijtuig uit en zei tegen de boeren die aan het maaien waren... Mensen, als de koning zo langskomt, zeggen jullie dat het land dat jullie aan het maaien zijn toebehoort aan de markies van Carabas? Want anders zullen de vreselijkste dingen gebeuren.
Het ging zoals de kat wel gedacht had. De koning liet zijn rijtuig stoppen bij de maaiers. Zeg, beste mensen, van wie is deze wei die jullie aan het maaien zijn? Van de markies van Carabas. Niet kwaad. De kat was inmiddels weer vooruitgerend en ontmoette een paar korenmaaiers. Hij dreigde... Mensen, zo komt de koning voorbij en zegt tegen hem dat deze korenvelden van de markies van Carabas zijn. Anders maak ik gehaktballen van jullie. En toen de koning vroeg van wie al die korenvelden wel waren, zei iedereen... Van de markies van Carabas, zeker. En zo deed de kat de hele weg tot ze bij een kolossaal kasteel kwamen... waar een fabelachtige rijke reus woonde... die zich in allerlei dieren kon omtoveren. De kat buitte dat onmiddellijk uit. Hij vroeg... Ik heb u laten vertellen dat u de gave bezit... u in allerlei dieren te veranderen. Dat klopt. Kunt u zich nou ook veranderen in een muis bijvoorbeeld? Dat zal ik u bewijzen. En waarempel. De kat zag zijn kans schoon... en in één hap at hij de muis op. Ziezo, zei de kat. Opgeruimd staat netjes. Inmiddels was de koning bij het kasteel aangekomen... en reed ratelend over de ophaalbrug tot voor het bordes. Miauw, wees welkom, majesteit, in het kasteel van de markies van Carabas. Wat, meneer de markies? Is dit kolossale kasteel ook al van u? Tuurlijk. Komt u toch binnen en wees u mijn gasten. De markies reikte de beeldschone prinses de hand... en leidde het hoge gezelschap naar binnen... tot in een grote, rijk versierde zaal... waar een verrukkelijk maal gereed stond. Genoeg voor allemaal. Want je begrijpt wel dat zo'n reus wel een maal voor 10 man aan kan. Dus dat kwam goed uit. De koning was perplex. De prinses was verrukt... en holderde bolder verliefd geworden op de markies. Het is eigenlijk allemaal niet vreemd... dat de koning tussen 2 slokken heerlijke wijn zei... Meneer de markies, als u wilt kunt u mijn dochter tot vrouw krijgen. Ik kan me trouwens niet voorstellen dat u niet zou willen. De markies maakte een diepe buiging en sprak... Niets liever dan dat, majesteit. Nog diezelfde dag trouwde hij de wonderschone prinses... en bedacht dat hij van zulk geluk toch nooit had durven dromen... En dat allemaal dankzij de galaarste kat, die opperkamerheer werd en alleen nog maar voor zijn plezier op de muizenjacht ging.